Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met wolkenvelden die vanaf de Noordzee over het land drijven, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Verder heeft met name de noordoostelijke helft van het land te maken met een aantal regenbuien. Met name in het zuidwesten en zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een overwegend matige wind uit het noordwesten, windkracht 3 of 4. Later vanmiddag en vanavond misschien naar zee even vrij krachtig, windkracht 5. Het wordt 5 tot 7 graden vandaag. Ook vanavond nog een enkele regenbui, maar op veel plaatsen zal het droog zijn met af en toe wat opklaringen. Het koelt dan weer af tot een graad of 4. Morgen hebben we in eerste instantie te maken met wat lichte regen. Daarna wordt het even droog, maar hebben we wel veel bewolking. En in de namiddag volgt er een nieuw intensief regengebied vanuit het noordwesten. En de zee kan het dan stormachtig gaan waaien of misschien zelfs even een zuidwestenstorm. Het wordt een graad of 7 vanaf donderdag dan hebben we te maken met wat winters weer. Er vallen winterse buien met regen, sneeuw of hagel en op donderdag mogelijk zelfs onweer. De middagtemperatuur zakt naar ongeveer 3 graden en vooral donderdag kan het nog flink waaien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.